Yo shit man, hey, heb je al gehoord over de nieuwe skins man? Marshmallow zit er gewoon in, gast. Dat is echt vet, holy shit. Trouwens, hey, heb je die skin gekocht met de support creator code? Games for Real -YT is het volgens mij die van mij. Ja, dat is hem. Dus ja, dan moet je hem wel kopen, ouwe. Sick, chill, nice. Hey! Fuck. Ik dacht dat ik iets hoorde, ouwe. Hey gast, ben je doof of zo? Zet die headset dus even af. Ja, okay. Hey! Ik hoor het weer, gast. Wat? Camera? Kan je fucking praten, ouwe? Nee, tuurlijk niet. Ben je dom of zo? Oké, rustig. Hoezo speel je Fortnite? Hoezo speel ik... Ja, natuurlijk. Ik speel Fortnite omdat ik dat doe op mijn kanaal. Dat moet er toch ook gewoon mee doorgaan. Is er niet tijd voor een ander soort video? Hoezo? Nee, laat me uitpraten. Je speelt veel te veel uur Hoezo Fortnite. Hoezo te veel uur? Het is gewoon een leuk spel, nieuwe skin. Een andere soort video maken. Maar wat heb je in godsnaam in je gedachten? Want Fortnite is gewoon waar mijn kanaal bekend om staat. Dus... Wat dacht je van een Q&A video? Een Q&A... Dat is wel verrekte lang geleden dat ik een Q&A heb gedaan. Holy shit. Ja, dit is eigenlijk verrekte erg in scène gezet. Oké. Okay. Jongens, wij gaan nu een Q&A opnemen. Ik heb al vraagjes, dus let's go. We gaan niet hier zitten, want ik zit al te vaak achter mijn PC. We gaan naar buiten toe. Yes, let's go. Doei setup. Doei. Dit is ook de eerste keer dat ik naar buiten ga filmen, dus dit wordt geniaal. Let's fucking do this. Statief hier mee, huppakee. Die hebben we nodig. Hups. Storm, ik ga een Q&A opnemen. Jij. Ja? Oké. Maar blijf hier dan, hè? Hou je taai. Nou, ik heb ook weer de perfecte timing om fucking naar buiten te gaan. Overal ligt er nog hier en daar wat sneeuw. Nou, dat is niet heel veel. Dus ik moet gewoon lekker met min 60 lekker buiten gaan zitten om fucking Q&A op te nemen. You're so dumb. Dat wordt fietsen. We hebben de fiets. Oké, jongens, ik ben niet de slimste op de aarde, want ik fiets echt op een fietspad met alleen maar sneeuw. Ik heb best wel dure camera in mijn hand, dus ik hoop dat ik dit overleef. Maar fuck it, alles voor de video. Nou mensen, we zijn dus bij de Q&A aangekomen. Ik sta hier lekker, ja, in... Ik sta een keer buiten. Ik ben gewoon een Fortnite YouTuber die gewoon naar buiten gaat, besef. Dat is best wel rare, toch? Nee, maar jongens, ik ga vandaag lekker een Fortnite video. Nee, jongens, ik ga vandaag lekker een Q&A opnemen. Ik dacht van, weet je, dat is al zo verrekte lang geleden dat ik voor het laatste Q&A heb opgenomen. Dus ik dacht van, weet je, er zijn zoveel, echt mega veel mensen erbij gekomen. Dat ik wel eigenlijk een soort van... moest of zo een Q&A maken, weet niet. Het zijn best wel veel mensen die nog heel veel vragen aan mij steeds stellen van, joh, hoe zit dit, hoe zit dat, hoe dit en dit, weet u nog niet van je. Dus ik heb lekker in mijn Insta-verhaal een post gedaan van dat jullie mij vragen konden stellen. Dus wil je natuurlijk ook volgende keer een vraag insturen voor een volgende Q&A, volg me natuurlijk even op Instagram. Dit is mijn Instagram, jongens, check dat even uit. En daar gooi ik van dit soort stories op, zodat jullie vragen naar mij kunnen sturen. En ik heb dus heel veel uitgezocht. Ik heb ze allemaal op mijn telefoon staan. En het zijn best wel veel vragen. Ik weet niet of ik ze allemaal ga behandelen. Maar ik ga er gewoon zoveel mogelijk doen. En let's fucking do this, mate. Zou ik maar zeggen, hey, duimpjes omhoog. En dan yes. Oké, ik ben fucking cringe bezig, want ik doe dit nooit. Dus dit is best wel awkward. De eerste vraag is van Kimmy / Njord R. En diegene vraagt, woon je alleen of woon je bij je ouders? Voor de mensen die het nog steeds niet weten, ik ben niet heel erg oud, zou ik maar zeggen. Ik word over 2 maanden pas 17. Ja, ik weet niet. De ene verwacht dat ik heel oud ben en de ander denkt ook gewoon dat ik nog steeds gewoon 16 ben, wat ik normaal dus nu ben. Dus ik ben nog 16 en een normale 16-jarige woont nog niet op zichzelf. Ik woon gewoon lekker bij mijn ouders, bij mijn moeder en mijn stiefvader en mijn broertje en mijn hond. En ik woon niet meer bij mijn echte vader, die heb ik al heel lang niet meer gezien. Dus die vraag is dan ook wel weer beantwoord. Dus ik woon nog in een huis en ik ben nog lang niet van plan om uit huis te gaan, aangezien ik nog lang het geld niet heb. De volgende vraag is van Rens van Schip 7 en hij vraagt, wat is je duurste kledingstuk? En ik heb wel hier en daar wat dure kleding, maar ook niet te duur, zeg maar. Ik koop hier en daar wel wat leuke dingen, maar ik ben niet zo van, yo, ik koop een jas van 1000 euro of weet ik veel wat.
Maar mijn duurste kledingstuk op dit moment is natuurlijk mijn Louis Vuitton geintje. Nee, ik heb ook gewoon een riem van 20 euro aan. Ja, ik denk dat mijn duurste kledingstuk toch deze jas is. De Stone Island jas. En zelfs deze is niet de duurste van de duurste, zeg maar. Het is gewoon een chille jas. Hij was 430 toen ik hem kocht. En letterlijk 2 dagen daarna was hij afgeprijsd voor 130. Of voor 330, oh, 130. Dus ja, dit is mijn duurste jas. En ja, dit is mijn duurste kledingstuk en ja, ik draag hem best wel vaak. Het is ook een jas, dus als ik naar buiten ga, doe ik hem altijd aan. Ik heb ook nog een parajumper jas, die is dus wel iets goedkoper. Maar dat is ook een chille jas. En voor de rest, ja, I don't know. Ik heb ook gewoon schoenen nu aan van gewoon 100 euro. Die gewoon prima eruit zien en goed zitten. En af en toe koop je wel wat duurdere dingen, maar meestal hou ik het gewoon bescheiden. En dan, ja, ik ben gewoon echt een truienfreak. Ik heb best wel veel truien. Dat is ook echt waar ik van hou, truien. Truien en jassen. En schoenen. Ja, ik, ja. Maar ik koop dus niet echt extreem dure shit of zo. Gewoon, ja, die is een jas, weet je. Voor een jas of schoenen mag het soms wel wat prijziger zijn, vind ik. Maar hey, thanks voor je vraag. Super dope. De volgende vraag is van laagstreepje Joosten 038. En hij vraagt, wat is je lievelingsauto? Nou, ik vind bijvoorbeeld, er is een nieuwe Lamborghini uit. De Lamborghini Urus. En, of Urus, hoe je het ook wel uitspreekt. Gadverdamme, dat was een kostboer. Die auto vind ik best wel vet. Dat is een soort, het is eigenlijk een Lamborghini, maar dan een SUV variant. Dus het is een grote auto, maar dan gewoon ook een snelle auto. En dat vind ik altijd super fascinerend. Het hoeft niet eens de sportiefste uitstraling te hebben van dikke spoiler erop en eraan. Maar gewoon als de auto gewoon classic eruit ziet, dus vet eruit ziet, maar ook gewoon nog eens snel is van binnen, wat je eigenlijk dan misschien niet verwacht of zo. Dat is, vind ik, het mooiste van een auto. Dus een Lamborghini Urus of een, wat is nog meer vet, een Audi RS6 of zo vind ik ook wel echt lijp. Dat zijn echt dikke auto's. Maar ja, deze man heeft daar helaas nog geen geld voor. En dat gaat ook wel even duren. Morgen. Hey. De vuilnisman. Iets aan de hand. Lekker met de meiden, meiden, maar meiden. De vraag is van Lennart, laagstreepje B. En hij vraagt, is YouTube een leuke baan? Ja, natuurlijk. Want anders zou ik het nu niet doen. Want ja, ik vind wel dat je iets moet doen wat je ook leuk vindt qua geld verdienen. Alleen, ja, kijk, YouTube is... Iedereen denkt van, oh, simpel. Even een video online gooien. Even dat geld in. En that's it. Maar er komt letterlijk zoveel meer bij kijken. Kijk, het is misschien raar. Maar je bent eigenlijk wel... Elk uur ben je wel met YouTube bezig. Met... Ja, je kanaal. Want stel dat je op Instagram bijvoorbeeld een post gooit van dan en dan weer een video. Dat is ook eigenlijk wat bij YouTube hoort. Het promoten van je video's natuurlijk. Je bent eigenlijk altijd bezig met je subcount checken of comments lezen of weet ik veel wat. Bijvoorbeeld als ik nu hier een video opneem. Ik moet toch wel even naar buiten. Je moet de camera klaarzetten. Je moet een idee hebben. Je moet een vraag uitzoeken. Dus voordat je echt een video hebt... Natuurlijk moet je ook editen en thumbnails maken. Het is best wel lastig, maar ik vind het natuurlijk super leuk om te doen. En eigenlijk het leukste wat ik eraan vind is natuurlijk het geld. Stekken gewoon natuurlijk. Nee, oké. Dat was een grapje. Nee, het leukste vind ik gewoon dat je bijvoorbeeld op straat wordt herkend. Of gewoon dat mensen echt fan van je zijn. Dat motiveert je zo erg van, joh, je doet het echt. Je maakt mensen gewoon echt gelukkig en blij met je video's. Ik zie het ook heel vaak in de comments van, Dylan, ik heb echt een rotdag gehad. Maar door deze video maak ik me toch weer even iets blijer. En dat soort dingen vind ik het leukste aan YouTube. En het is natuurlijk... ook chill dat je een beetje zelf kan inplannen wat je doet. Dus je zit niet aan een baas vast die de hele tijd commandeert van dit doe je fout, dat doe je goed. Je bent eigenlijk je eigen baas en je moet gewoon je shit op orde hebben en dan loopt het allemaal goed. Maar ik vind YouTube zeker een leuke baan en ik ga er ook zeker mee door, want het is super leuk. Yes. Nee jongens, maar ik hoop dat jullie deze Q&A video leuk vonden en hopelijk heb ik wat leuke vragen van jullie beantwoord. Dus vergeet zeker een duim omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal om natuurlijk op de hoogte te blijven van mijn video's. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later.